Bas van de Karpenspecialist. Leuk dat u weer kijkt naar een nieuwe vlogvideo. En in deze video ga ik samen met mijn collega Jeroen Albers een weekje vissen op het mooie Franse betaalwater Rivière. Ik maak nog even mijn laatste dingetjes op kantoor af, pak mijn auto in en morgen vroeg ga ik de reis aanvangen richting Rivière. Ongeveer 10 uur sturen en ik heb enorm veel zin in. In deze video neem u mee met onze belevenissen en hopelijk weten we een paar mooie karpers voor de camera te krijgen. Veel kijkplezier! Zo, de auto is ingepakt door Elia en door mij. En dan kan ik morgenochtend naar Frankrijk om vissen te gaan vangen. En wat krijgt Elia als ik terugkom? Een cadeautje. Jee! Oké, nu ga ik kijken of die mooi is geworden. En dan mag ik op het witte knopje. Mag jij op het knopje drukken. Goedemorgen, 4:30. Dus de avondklok in Nederland is opgegeven. En ik mag op pad richting Rivière. Lekker uitgeslapen. De route is ongeveer 1 uur of 10 voor hem als alles mee zit. Dus we hebben er zin in. In verband met corona moeten we wel even opletten in Frankrijk. Er zijn 2 dingen noodzakelijk om die kant op te gaan op dit moment. Dat is de negatieve corona testverklaring. En de verklaring op eer voor België. Een mondkapje. En waar heb ik hem gelaten? En mijn paspoort. Dus die boel hebben we bij elkaar. Dan kunnen we veilig richting Frankrijk. Ik heb er zin in. Tot dan. Goedemorgen. Ik rij nu in Frankrijk. Ik ben net de grens overgegaan tussen Frankrijk en België. Geen controle gehad. Er stond wel een controlepunt, maar ik ben redelijk vroeg. Rond 7 uur. En er was nog geen politie te bekennen. Geen enkel probleem dus. Ook de grens tussen Nederland en België was rustig. Geen controle van. Dus ondanks dat ik de papieren keurig op orde heb, ben ik niet gecontroleerd. Ik rijd nog even verder. En nog een goede 6.500 kilometer te gaan. Het is inmiddels 9 uur. Even een pitstopje net voor Parijs. Een volle tank en een lege blaas en we kunnen er weer tegenaan. Het is nu rond 9 uur en ik hoop tussen 1 en 2 zo'n beetje aan te komen op Rivière. Hopelijk valt Parijs mee. Ik heb even op mijn telefoon gekeken. En als het goed is niet al te veel file. Dus wie weet hebben we geluk dit keer. Even met de eigenaar David staan kletsen en nu naar het water toe gereden. Jeroen is er al, die is net met zijn hengels bezig. Dus ik ga even gezellig met hem bijkletsen en dan stekken bepalen en aan de slag. Ik heb 10 uur over gedaan vanuit Varik, dus eigenlijk prima ritje. Ik voel me nog topfit, dus ik heb er wel zin in eigenlijk. Ik ben heel erg benieuwd, het waait hard. Het is bewolkt, maar ook wel met een zonnetje erbij. Voor februari, voor graden 15, 16 denk ik, is het heerlijk. Vorige week stond ik nog op de schaats en nou gewoon lekker in de trui en zou zelfs een t-shirt kunnen genieten hier. Na een praatje met Jeroen ben ik ook op de stek aanbeland. Jeroen die kent het water op zijn duimpje. Die heeft voor deze sessie voor stek 3 gekozen. Die blijft een week of 2 normaal gesproken. Ik ga zelf na een dag of 5-6 weer naar huis. Dan mis ik maar 1 weekend met mijn gezin. In plaats van 2. Dus ik rijd komende vrijdag weer af. Ik ben al richting stek 6 gegaan op advies van Jeroen. Er stond nog een tentje. Ik heb mijn tent er even naast gezet. En nou de spulletjes uit pakken. Het is 3:30, 4:00. Nog even buffelen. Zodat alles vanavond klaar is. Ik merk wel dat de rit er een beetje in begint te slaan. Het is 10 uur rijden geweest en 4 uur 's ochtends naast mijn bed. Dus ik denk dat ik het niet laat maken vanavond. Het is rond de etenstijd. Ik ben mijn spulletjes aan het opzetten. En ik zie net dat Jeroen met een kromme hengel staat. Dus wat even een sprintje trekken in de waadpak. Eens even kijken wat hij eraan heeft. Maar dat geeft de burger moed. Eerste sessie, ik denk dat Jeroen 1 uur of 2, 3 de hengels erin heeft. En meteen al actie. Dus ik ga er snel naartoe. Spannend! Ik ben benieuwd. Het is die zoveel 30 kilo vissen. Wie weet is wel een van de toppers. Wat is er gebeurd?
Ah, kut. Ai, ai, ai. Snelle beer, hè? Ja. Ai, ai. Ja, doe je niks aan. Losgeschoten. Ja. Ai, 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 ai. Hey, Karel Lewis. Wil je naar adem? Ik zat net te zeggen tegen de camera. Ik denk dat ze misschien wel 30 kilo. Ik heb net even gezellig gegeten met Jeroen. En eerlijk gezegd, ik ben helemaal kapot. Lange reis heeft er wel echt ingehakt en dan je spullen nog opzetten en dergelijke. Dus ik vaar de hengels vandaag niet uit. De spots heb ik wel bepaald, aan de hand van de kennis van Jeroen natuurlijk. Die heeft me precies laten zien waar hij hier de vis verwacht. Volgens mij heeft hij hier ondertussen al 15 tot 20 weken op zitten. Dus die kent het water op zijn duimpje. Dus we gaan uit van zijn kennis en die van David. Ik heb wel alvast even mijn voer klaargemaakt. Gebruik bloedworm. In combinatie met fijne pellets, wat zoete mais. En morgen gaat David voeren. Dat doet hij altijd in de winter en in de aanvang van het seizoen. En aangezien wij er nu, als het ware, nog een beetje in het winterseizoen zijn, gaat hij morgen ook lekker voeren. En op die voerstrook, daar gaan we aan de slag. Er gaat dik 100 kilo in. Dus hij is zeker niet bang. Maar er zitten 500 vissen in, waaronder, ik dacht dat Jeroen het over meer dan 10 tot 15 vissen boven de 30 kilo. Dus die lusten wel wat. Omgerekend zou het nog geen 250 gram voer per vis zijn. Dus de vis is, die wordt goed gevoerd en hopelijk kunnen we er een paar vangen. We gaan ons best doen. Maar ik ga eerst even lekker genieten van nachtrust. Ik zet mijn wekker even vroeg. Kan ik even mijn mailtjes doen en daarna mijn hengels uitvaren. Ik heb er zin in. Het is goed om weer aan de waterkant te zijn. Goedemorgen. Zo, een hele turbulente nacht gehad. Het heeft flink gestormd. Dus ik heb heel slecht geslapen. Ik heb even wat mailtjes gedaan. Het is nou rond de klok van 8:00 en mooi licht. En de stekker die we gisteren met de GPS hebben vastgezet, die ga ik nou even aanvoeren vanaf de overkant. En dan gaan de hengels erop. Ik ben erg benieuwd. Volgens mij is het stilgebleven bij Jeroen. Maar daar ga ik ze ook nog eventjes op bezoek. Morning, guys. Hey. So. Hi. We're just gonna do 3 or 4 spots with about 50 kilos of pellets and about 60 kilos of maize and wheat and barley. Superb. Do about five spots to get the fish going. Nice. And I've got my driver today. Mr. Marcus. Yes. Good Hello. Job. Hi Marcus! Waarschijnlijk al doen, is de vis onthaken in het water zelf, waardoor hij eigenlijk geen onnodige stress kreeg door hem eerst op de onthaakmat te slepen. Na het onthaken wat even simpel gaat. Zorg dat de vinnetjes plat zitten. Doe hem rustig in de weegzak. Geen paniek, geen stress. Fototoestel, alles kun je daarna rustig klaarzetten. Ik weet, veel mensen te vol adrenaline naar de vangst van een dikke vis, dat is logisch. Maar denk altijd aan de visveiligheid. Het is zo makkelijk, je doet jezelf een plezier mee en ook de vis en ook de vangers die na je nog de vis gaan vangen. Dus ja, probeer eraan te denken.
Wat denk je? Een kilootje of 19. 22,5. Oh, mooi. Goed. Nou, dat is mooi. Mooi voor de eerste van het jaar. De eerste van het jaar is binnen. Net iets boven het gemiddelde van hier. Niet gek. Het eten wordt straks gebracht. Kip en rode wijn. Heerlijk. Ja, je hebt natuurlijk de vangst van Jeroens eerste vis gezien. 23,5 kilo. Echt fantastisch mooie vis. En een perfect begin van het nieuwe seizoen 2021 voor hem. Jeroen had ook nog twee aanbeten gisteren die niet hingen. En ik had net hetzelfde. De waker schoot strak tegen de hengel en zakte daarna volledig terug. Ik heb meteen de hengel opgepakt, achteruit gelopen en contact gemaakt. Maar ik voelde helaas niks meer. Bij het binnendraaien zat er... dikke pech natuurlijk, één Frans hard maiskorreltje op de haakpunt. Daar voer ik zelf niet mee, maar daar heeft David natuurlijk vanmiddag mee gevoerd in combinatie met pellets. Dus dikke pech voor mij, maar wel goed om te zien dat ik in ieder geval op het voer vis en dat de vis dus wel actief is. Volgende aanbeet hopelijk beter, maar de vis hier op Rivière is natuurlijk hartstikke slim, dus hard werken. Nee. Nou, goedemorgen. Het is maandagochtend. Tweede vis. Ja, echt een dikke vette schub. Mooie winterschub, zit goed in de kleur, perfecte conditie. Ja. Daarvoor zijn we hier. Fantastisch. Zoals je ziet, de vis is echt goed actief. Ondanks het koude water. Op naar de volgende. Zwemmen. Dit kunnen gewoon de beters zijn hier. Ja, patten. Ja. Dit is een lijnen. Ik dacht dat het visvakantie was. Zo, Jeroen en ik zitten even lekker aan de koffie na de vangst van zijn tweede vis. Het is maandagochtend en meneer Albers die heeft een gemiddeld gewicht, joh. 23,5 kilo spiegel. En net die grote schub, die was 27 en een beetje. Dus hij trakteert op koffie. En ja, we hebben het fantastisch naar ons zin hier. Ik word natuurlijk ouderwets naar huis gevist door deze Rivière specialist. Maar het is ongelooflijk wat er hier allemaal rondzwemt. Jeroen, misschien kun jij er eens wat over vertellen? Nou, wat wil je weten, jongen? Nou, het visbestand. Ja, het visbestand is natuurlijk heel bijzonder, zoals iedereen weet. Geschat zo'n beetje 450 vissen. Op het 10 hectare. Gemiddeld gewicht van rond de 20 kilo. We hoorden vanochtend David dat hij schat dat er sowieso 5 vissen van over de 35 kilo op zitten. Sorry, 34 kilo. Dus ja, dat is echt immens. De schub die we vanochtend hadden was, zoals je kunt zien ook of hebt gezien op de video, is puntgaaf. We wachten op nog een paar dikke vissen. Bas zit op sterk 6-7. Dat trekt allicht heel veel vis naartoe. Ze moeten zijn haak nog vinden, maar dat komt vast goed, dat weten we altijd bij Bas. En ja, we hebben hier al geluk gehad, dus we hebben nog een goede tijd voor de bocht. Ik heb mijn hengels binnengedraaid en ik ga even lekker een douche pakken. Daarna aan de hand van wat tips van Jeroen, want die kent natuurlijk het water op zijn duimpje. Weer met vol vertrouwen er tegenaan, maar het wordt tijd dat ik me eerst even ga opfrissen. en ook even fatsoenlijk mijn haren kammen met het coronakapsel. Op Rivière echt fantastisch. Twee douches, twee toiletten, ruime wastafel, oplaadmogelijkheden, koelkast, vriezer, noem het maar op. Dus ziet er super uit hier. Ik heb even heerlijk gedoucht en daarna druk bezig met de onderlijnen.
heb wat nieuwe onderlijnen gedraaid aan de hand van de tips van David en Jeroen. En dat is ook iets wat ik in deze video echt graag wil meegeven. Ik vis nu op Rubière, dus voor de eerste keer eigenlijk voor mij op dit water. Het is een heel erg lastig water waarbij je, als je een beetje geluk hebt, gewoon 1 of 2 aanbeten in de week krijgt. En dan draait natuurlijk alles om vertrouwen. Ik ben persoonlijk echt een bootvisser. Dieptemeter mee, elektromotor. En dan krijg ik al heel snel een feeling bij het water. En dit is natuurlijk een water waar je alleen met de voerboot op mag. Het heeft de eerste 2 dagen gestormd. En als je dan ziet dat je collega iets verderop die het water goed kent 2 aanbeten krijgt, dan ga je, tenminste ik in ieder geval, al heel snel denken van, doe ik het wel goed? Lig ik wel goed te vissen? En dan ga je of aan jezelf twijfelen of aan je stekken. Dat is natuurlijk funest als karpenvisser. Vandaar dat ik je zeker als tip wil meegeven, is dat je zeker niet bang moet zijn of idol of iets dergelijks. Dat je gewoon tips vraagt aan mensen die het water goed kennen. Zeker de watereigenaar, die vindt het natuurlijk hartstikke belangrijk dat je het goed naar je zin hebt. En die zal je altijd helpen met praktische tips. Maar wees dus gewoon niet bang om te vragen. Jeroen is wat betreft deze week voor mij echt de leermeester. Er zijn wateren die ik op mijn duimpje ken en waar ik heel veel vis. En bij Jeroen is dat absoluut Rubière. En als je het vriendelijk vraagt, dan deelt iedereen eigenlijk altijd zijn informatie met je. Niet alleen de eigenaar, maar ook natuurlijk gewoon medevissers. Dus aan de hand van de tips van Jeroen en David ga ik mijn onderlijn iets aanpassen. Het weer is iets milder geworden. Het stormde heel erg de afgelopen 2 dagen. En dat is er nu ook vanaf. Dus ik ga zo de hengeltjes weer even met vernieuwd vertrouwen inleggen. En dan ben ik er zeker van dat hij bij mij ook vast nog een keertje afloopt. En zo niet, heb ik in ieder geval een topweek hier. Het is allemaal keurig voor elkaar. Stroom op de stekken, lekker rustig. En je weet gewoon dat je kans maakt op een enorm uniek visbestand. En als er maar 1 of 2 zouden bijten bij me, dan is mijn week in ieder geval dik geslaagd. Erin. We werken met een combinatie van MTC boilies, wat fijne pellets en bloedworm van Vishaas Online. Die bloedworm is fantastisch en het bindt het boel heel erg. Het stinkt enorm, maar vis is natuurlijk gek op bloedworm. Het is nog wat vroeg in het jaar, dus qua natuurlijke aas zal de bloedworm nu nog niet echt aanwezig zijn. Maar ik denk wel dat het een hele mooie toevoeging is in de mix. Dus we gaan het zien. Jeroen gebruikt het ook, ja, en met succes tot nu toe. Het is een aasje wat ik zeker op water waar niet heel veel witvis rondzwemt, zeker nog vaker ga gebruiken. Ik gebruik al sinds jaren dag een voerboot van Patrick Koster van PK Baitboats. Ik heb de Advanced gekocht en er zit een autopilot op. Je moet even weten hoe je het allemaal aan de praat krijgt, maar het werkt echt fantastisch. Dus aan het begin van de week hebben we de spots erin gezet. En natuurlijk beginnen met aanvoeren en dergelijke. Maar op de GPS kun je dus exact aangeven welke spot je zit te vissen. Ik heb meerdere spots aangemaakt en de boot vaart er nu automatisch naartoe. Hierdoor heb ik mijn beide handen vast vrij om de hengel vast te houden. En ik heb ook goed zicht op mijn dieptemeter en op mijn GPS module. Dus het is de investering in mijn ogen meer dan waard. Overdag gaat dat natuurlijk prima, maar 's nachts en zeker met het uitvaren op de voerboot zonder GPS is het vaak een beetje gokwerk. Met zo'n GPS, nou, dan gaat het natuurlijk fantastisch. Ik heb nog 40 meter, dus ik ga mijn handen weer eventjes vrij maken en dan ligt de tweede hengel ook. Zo, de hengel ligt. Het werkt fantastisch. Het mooie van die GPS is dat je naast natuurlijk naar die plek toe varen ook gewoon je homestack weer erin kan zetten. Dus het is een druk op de knop op de tablet om hem weer terug naar de stek te sturen, de boot. En dan kan ik ondertussen deze hengel gewoon mooi op zijn plek leggen. Dus het werkt ook, zeker als je veel aanbeten krijgt, ook nog een keer gewoon dubbel zo snel. Echt een aanrader dus voor degene die veel aan de waterkant zit en zijn tijd maximaal wil gebruiken. En natuurlijk ook voor de gadget freaks zoals ik zelf. We'll be right back.
helaas weer een nachtje zonder vis. Ik heb gisteren, net voor het slapen gaan, ik schat rond 9 uur, wel een kleine oploper gehad op mijn linkerengel. Aangeslagen, maar helaas niks. Na twee piepjes. Jeroen zei hier al dat de aanbeten soms erg voorzichtig konden zijn. Dus nou, ik pakte hem op en helaas niks. Dan ga je toch twijfelen of je misschien niet te vroeg hebt aangeslagen of je beter had kunnen wachten. Maar ja, vooruit. Het is niet anders. Dus ik heb de hengel weer opnieuw afgelegd. En normaal gesproken schijnen toch de bijtijden vooral overdag te zijn rond deze tijd. Dus die jongens die hier ook een topsessie neerzetten een paar weken geleden, die vingen alles overdag. Dus we houden de moed erin. Ik ga straks even lekker ontbijten bij Jeroen. En nou ja, even kijken of er bij hem iets uit is gekomen. Ik denk het niet, want anders had hij vast wel gebeld. Ik zit heerlijk te werken aan de waterkant. Het is, wat is het, een uurtje of 1 of zo. Ik ben even bij mijn collega Jeroen geweest. Ook die zit lekker te werken achter zijn laptop. Qua vis is het nog wat rustig helaas. Gisterochtend de laatste vis. Maar de omstandigheden zijn een stuk beter. De storm is gaan liggen, het waait echt een stuk minder hard. En het wordt echt een heel stuk warmer. Het is nou ja, eind februari en ik zit hier gewoon in een dunne trui. Dus fantastisch. We hopen dat dit ook de vis wat extra aanzet tot azen. De hengels liggen spot on. Voer ligt erop, dus heel veel vertrouwen in. Ik ga lekker aan het werk in de hoop dat de hengels straks nog even aflopen. Dus we zullen het zien. Ik heb de drone in de lucht, want Jeroen heeft beet. Dus ik ga er snel naartoe. Dus even kijken wat hij nou weer aan de lijn heeft. Spannend! Vissie. Dat is geen kleintje. Lange. Ja. Goedemiddag. Nummer 3 van onze sessie. Basie heeft nog geen vis helaas. Maar ik denk dat hij in de maak is. Daar gaat hij weer. Een mooie schub. 19,5 kilo. Haalt ons gemiddeld iets naar beneden, maar mag ik niet doen. Lawaai vis. Goedemorgen deze morgen. Ik heb weer heerlijk geslapen en ik word lekker aan het werk. Maar helaas is het qua vissen nog rustig. Ik heb Jeroen ook niet gehoord. Dus ik denk dat het op dit moment bij 3 karpers blijft. We zijn natuurlijk extreem druk met alle corona-vragen en de omboekingen en dergelijke. Yo, directeur. Ik kom ontbijten. Jojo. Hoi hoi. Nou, dat was Jeroen. Het ontbijt staat klaar, dus ik loop naar zijn stek toe. Wat ik wilde zeggen is, we zijn eigenlijk zo druk achter de computer dat ik eigenlijk een beetje vergeten ben dat ik aan het vissen ben. Ik heb gisteren tot laat doorgewerkt en werk nu mijn mailbox ook door. En ik ga daarna volle bak aan het vissen. Ik heb nog 3 dagen, dus moet me gewoon gaan lukken om een van die big fish van Rivière te gaan vangen. Maar eerst eventjes ontbijten bij Albus. Zo, daar lopen we weer. Ik vergeet alleen mijn soundbox. Die ga ik even snel pakken. Goedemorgen Albus. Goedemorgen. Wat schaft de pad vandaag? Ze zeggen Engels een beetje, maar het smaakt in Nederland prima. Ziet er goed uit. Durf bijna niet te vragen. Is er nog iets gebeurd? Nee, niks. Lekker geslapen vannacht. Ja, hier nog een. Wel een paar vissen hard draaien. Dus ziet er goed uit. Oké. Okay. Wordt vandaag volgens mij 20 graden. Dus niet gek voor februari toch? Prima vis weer. Ja. Nou, eerst even de maag vol en dan een visje vang. Het is eind februari in Frankrijk en ik zit gewoon in mijn blote bast. Ik ben nog zo wit als een melkpak, maar er gaat ongetwijfeld de komende dagen verandering in komen. Ik ben druk bezig geweest met de hengels, tenminste ze liggen nog gewoon op hun plaats hoor. Maar nieuwe onderlijnen geknoopt, nieuw voer en ik kan eigenlijk niet wachten. Dit is de tijd om beet te krijgen, dus ik hoop dat die zo gaat aflopen. En natuurlijk ook, wellicht gebeurt er nog iets bij mijn collega Jeroen, want die kreeg gisteren rond deze tijd een aanbeet. En hopelijk komt er nog een 4e vis voor ons uit. We hebben er in ieder geval heel veel zin in. En ja, met dit weer joh. Heerlijk!
dik volle bak genieten. Daar zijn we weer, woensdag, eind van de middag. Eigenlijk de hele middag in de zon gelegen, rustig aangedaan. En nog even gezellig bij Jeroen gekletst natuurlijk. Maar bij Jeroen is stil gebleven en bij mij helaas ook. We hebben een tintje, maar dat is dan ook alles. Ik heb net de hengels even opnieuw gedaan. Toch iets attractiever gaan vissen met mais. David die heeft ook met mais gevoerd. Dus ja, hopelijk dat dat wat gaat brengen. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben benieuwd. Er is dik weer 100 kilo overheen gegaan. En met het visbestand wat erop zit is dat natuurlijk peanuts. Dus ik ben benieuwd. Ik verwacht voor de nacht niet al te veel. Maar het zou toch mooi zijn als donderdag weer een visje gaat uitkomen. Nou, lekker even in de douche. En nou ja, dan vanavond wordt het eten weer geserveerd. Dus tiptop in orde trouwens. Het is eigenlijk best wel lekker om eens een keer ultra luxe gaan karper vissen. Stroom op de stek. En natuurlijk een heerlijke dinnerservice erbij. Dus je hoeft niet veel te doen. Anders dan je werk natuurlijk, in mijn geval. En lekker te genieten. Goedemiddag. Het is ondertussen donderdag. Het is anderhalve dag stil qua aanbeten. Ik ben maar even een kopje thee aan het zetten. Ik heb mijn werk net bij en ondertussen toch best wel aan het genieten van het weer. Gisteren gewoon in de blote bast en korte broek gezeten om een beetje kleur te krijgen. Vandaag is het iets milder, maar voor februari nog steeds bijzonder hoge temperaturen. Het is hier lastig. We hebben veel contact met de jongens op Alberts Lake bijvoorbeeld en op La Plaine des Bois. En ook daar is het best wel sappelen door het goede weer. Ja, kom je toch eigenlijk al snel in het idee van hey, het is voorjaar en de vis is los. Maar we merken hier dat het toch, ondanks dat het de Ribière een moeilijk water is, toch ja, wat lastiger is dan dat we in eerste instantie misschien gehoopt of verwacht hadden. We hebben nog 2 dagen te gaan. Tenminste, ik heb nog 2 dagen te gaan. Jeroen heeft al besloten dat hij nog wat langer blijft. En gelijk heeft hij ook. Ik heb natuurlijk een gezin thuis en Jeroen ja, die is wat dat betreft wat vrijer. Dus we gaan het zien. We gaan in ieder geval ons best doen nog de komende dagen. Ik loop zo even naar Albers toe om te kijken of hij nog wat te kletsen heeft. En nou ja, we vermaken ons in ieder geval heerlijk. Het is een kantoor met uitzicht, zullen we maar zeggen, voor de carp specialist deze week. Goedemorgen. Zo, heerlijk geslapen. Maar eigenlijk veel te lekker natuurlijk. Het is stil gebleven bij mij. En het is stil gebleven bij Jeroen. We krijgen een beetje langzamerhand door waarom het wellicht zo lastig is. Ribière is natuurlijk een taai water. Maar ondanks het heerlijke weer is de luchtdruk gewoon echt heel erg hoog. 1030 staat die eigenlijk al de hele week. En dat is zeker in het voorjaar vaak geen goed teken voor de vangsten. Jeroen blijft nog 2 weken en de luchtdruk daalt. En onze Nederlandse vriend Dimitri en Duitse vriend Volker die komen vanmiddag normaal gesproken mijn plekje overnemen. Dus ik ga straks de boel na het ontbijt eens rustig inpakken, bij elkaar pakken. De hengels laat ik uiteraard inliggen totdat de jongens er zijn. Wie weet komt er nog een mooie afsluiter. Het is pas voorbij natuurlijk wanneer de laatste hengel eruit is. Het zou wel heel erg mooi zijn. Ondanks dat het taai was qua vangsten, hebben we natuurlijk 3 hele zware vissen gevangen. Maar bovenal echt heel erg goed naar ons zin gehad. Dat doet me wel denken dat de karpervisvakantie vaak meer is dan vangen alleen. De batterij is weer opgeladen, ondanks dat we ook het hartstikke druk hebben gehad. Met alle corona-omboekingen en perikelen. Maar ja, zo aan de waterkant, een beetje vitamine D. Veel natuur, lekker zuurstof, de batterij is weer opgeladen en we kunnen er weer tegenaan. Het is fijn om 1 keer in de zoveel tijd even rustig en ontspannen op karpervisvakantie te gaan. Met goede vrienden. Zo, ik ben heerlijk aan het opruimen in de zon. Ik kan ze klaarmaken voor het laatste nachtje, maar ondertussen de tent al aan het opruimen en alle spullen. Want neem je toch mee zo'n weekje karpervissen. Volker en Dimitri zijn ook al aangekomen. Dus die komen straks wel even gezellig voorbij, denk ik. En die gaan hun stekken bepalen voor volgende week. Beide hebben het water al vaak bevist. Dus die kennen net zoals Jeroen het klappen van de zweep hier op Ribière. En ik hoop voor de jongens, want de luchtdruk daalt, dat ze een mooie week tegemoet gaan met z'n drietjes. Ochtends op zaterdagochtend. Mijn wekkertje ging net af. Het is voor mij tijd om te gaan.
Jeroen heeft gisteravond zijn hengels uitgedraaid. Die slaapt een nachtje in de giet. En die gaat vanaf vandaag weer met de frisse start nog 2 weken tegenaan. En dan komen ook onze Nederlandse vrienden Volker en Duitse vriend Volker en Nederlandse vriend Dimitri. Die zijn gisteren aangekomen en die gaat nou ook morgen aan de slag. Dus die maken er nog 2 hele gezellige weken van. Voor mij zit het er helaas op. Weer een blank aan mijn broek na Paris Carp Fishing deze winter. Wintervissen blijft natuurlijk hard, maar ja, het is gewoon jammer als je niks vangt. Desondanks heb ik enorm genoten. Mijn volgende trip naar Alberts Lake staat over een paar weken gepland. En daar ga ik eens ouderwets revanche nemen. En misschien dat ik in de tussentijd in Nederland ook nog wel even een paar keer een nachtje draai. Om even weer het gevoel te krijgen van een kromme hengel. Ik heb ondanks heel erg genoten. En het is zeker ook heel gezellig om met de vismaat gewoon in Frankrijk te zijn. Ondanks alle coronaperikelen. Je ziet natuurlijk gewoon dat je hier super, super, super veilig zit. Ik heb naast Jeroen eigenlijk alleen de watereigenaar gezien deze week. Getankt bij een onbemand tankstation en met de pas betaald. Handjes ontsmet. Veiliger dan hier aan de waterkant kun je echt niet zitten.